Check. Mic. Check. Mic check. Hi iedereen. Welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Lisa. Wauw. Eindelijk een intro. Oké, as you can see, ik ben een beetje dolled up. Ja. Omdat Gordon is vandaag jarig. En we gaan naar... hoe heet het? Ik wilde allang Indian food proberen. En omdat we dichtbij zijn van Currency Indian Food House, hebben we besloten om naar daar te gaan. Dus, oei. Ik breng jullie mee. Oh ja, en ik heb mijn haar geknipt. Look. Cute. En ik breng jullie mee. Bye. Oké, we zitten uiteindelijk binnen. Okay. Ja. Dus we zitten binnen, want ik heb het echt warm. Hebben jullie het niet warm? Like, het regent niet, mensen. Maar het is echt warm. Dus dan ben ik geswitcht om binnen te zitten en we hebben al besteld. We hebben nog niet besteld. We hebben besloten wat we willen bestellen. Ik wilde like bindi, maar Gordon houdt niet van oker. Huh? Oker. Het is gezond, boy. Dus uiteindelijk heb ik boulangerie genomen met aloe. Because he would eat it. Oh, zo'n leuke painting. Wat ik bijna 3D. 3D. I think it's playing tricks on me. I know what 3D is. Daarom zei ik, het lijkt bijna 3D. Oh my god, look at our skin tone differences. Yes, Mag ik, alvast, mag ik, butter chicken? Is die spicy nog wel? Medium. Medium. Chicken biryani, green garlic butter naan, en boulangerie aloo. Oké, guys. Auto trek. Hi boy. En ons eten is er. En you smell the spices. Dus wij hebben. Oh gosh. Bro, come on, work with me. Het is duur. Het is die biryani. Het is die butter chicken. En dit is die baigan alu, boulanger alu. Ik kan niet. Ik kan het zo hebben onze garlic butter naan gehad. Oké, ja.
Okay. How do you eat this? Personally, ik vind die biryani lekker. Die naan vind ik lekker. Die paigan, kulanche, terong met aloo vind ik ook lekker. I'm not a big aloo fan. Ik ben alleen een fan van aloo wanneer het fries is en mashed potatoes. Maar voor de rest, alvast niet gediced en gezet in majan. I don't like that. En die butter chicken, voor mij proeft het naar pompoen. I know it's not pompoen, maar voor mij proeft het naar pompoen. It's okay. Maar I really like the naan. Ik voel dat mijn buik een beetje weer doet, maar ik denk niet dat het omdat eten is. Nee, ik heb eerder op de dag samyang gegeten met kaas. Oh, mensen, de vorige keer zijn we geweest naar Patisco voor het eerst en ja, dus we hebben al sushi gegeten, maar we hebben die echte sushi nog niet gegeten. Garden is not down for that, people. No, hij wilde zelfs die gekookte sushi, was hij like, this is the first and the last time, maar oké. Okay. We hebben Braziliaans gegeten, Thais gegeten. En nu India's. We moeten nog Korean eten, maar we hebben een beetje Korean gegeten, maar ik wil graag die bibimbap proberen. Oh, en dan, ik heb niet gevlogd toen we naar Patisco zijn geweest, maar minimaal. Bij Patisco eet je ook een beetje mix-max. En Gordon's maag is niet gemaakt daarvoor. We zijn naar huis gegaan. We waren nog niet eens helemaal thuis. We waren onderweg naar huis en Gordon was like, mijn buik de pijn. Zie wanneer je buik niet traint als je mixmax eet. Dat ging hij mij judgen omdat ik altijd mix maak. It's a really weird fact about myself. Een keer kan me nog heugen. Chelsea kan je zeggen. Chelsea had brood met, was het chocopasta? En ik had honger. En ik had chill chips. Zie mijn broer gegeven. En wat anders kan ik doen met chill chips en broer? Eén keer raden. Natuurlijk heb ik mijn chill chips, mijn paprika chill chips gezet in het broodje met chocopasta. En I ate it. En Chelsea keek naar me van, what the fuck? Ja. Yeah. Okay. Bye. Happy birthday! It's your birthday! Ik kom eraan, maak alvast foto's. Het moet aan van Johnny. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Adi mi ereferiari. Adi mi ereferiari. Nee, wat doe je? Het is hard! Oké, enough. Bye guys, dat wilde ik proberen. Ik heb. Oh ja, wie moet? You got it. Is het daar? Het is daar, dus ze hele fles. Je bent wat takken toch? En! Ik ben 21. En how's the cake? Mensen, ik weet niet wat er met Demi de ogen is, maar... It's the borgoing. Now you sex me.
Loro ti stanno con ciò trostine. Is it accent up dog? Accent. Go, let's go. Okay, you, I'm coming! Just follow the people! Okay, ik denk dat het in de... Is het in deze straat? Het moet in deze straat zijn. Oei. Sarah is hier? Askringbaan. Dat ik like dat ik het was. En ik zeg me nou, hoi, is dat binnen? Wait boy, kan je auto, schatje? Oké. Damn. Oké. Okay. Willen nog? Een soort. Dingen. Oei, okay. Willem, no? Yeah. Zo man, moet ik het niet op je schatje? Oh, je lang klaar. Ja, was al lang klaar. Oh shit. Dat is niet erg. Ik wacht wel. Want ik was bezig, like. Aha, het is erg. Ik heb oh. Hey, kijk naar aangegrezen haar, oké. Eeuw. Hey, mijn haar zit niet, is het maar, mijn haar zit niet goed van achter. Mijn haar zit niet goed van achter. Zet het goed na. Zet het goed. Je zo stik zo uit. Je bent wild. It's fine. Ja, het wordt like messy look zo. So. Hoe heb ik een kleine grijze haar zo hier? Zien jullie net? Kijk hier. Oh ja, ik zie je. Hoe steekt dat uit? Hey.
Waarom is het zo warm? Heb je iets gevonden, joh? Praten, hè? Daar is ze. Wat zeg je, joh? You love black. Hey, ik hoop haar roze haar. Drie. Okay, I don't like that color. Ik denk dat ik nooit er heb gezien in een andere kleur behalve zwart. Ja toch? En donkerblauw. Het verschilt niet veel van die zwart. Ja, ja, probeer die roos. Misschien is je een van die roos. Let's see. Ze gaan gewoon denken van, this is not Fariel, this is someone else. Who is she? Ik hou echt van witte patas. Deze is ook echt mooi, dit is gewoon wit, I like it. How much? 93. Oké, en SRB? Ik zou gewoon rounden op naar 100. Maar bijna 3500. Bijna 3500. Wow, dit is mooi. Deze one? Zo beachy. Oh my god, lekker. Dit is de juiste. Ja. Wel beter zitten dan dit. Dit is dat precies. Oké, een klein beetje drukte. I'm so sorry, sir. Dus ik heb die andere net afgezet. En nu ga ik naar huis. Of course is hoe heet het? Omgeving rondom onafhankelijkheidsplein afgesloten, want daar is paarboomnight. Ik wist niet eens dat er paarboomnight zou zijn. Ik wist niet eens dat ze paarboomnight daar zouden houden of daar gaan houden. Als ik Chelsea niet zo appen, zou ik niet weten. En like, toen ik langs reed om mijn zus te halen, en dan zag ik er van, oh. Damn, het is hier. Yup, yup. Gaan mensen nog naar paarboomnight toe? Als ik paarboomnight hoor, denk ik aan toen ik nog heel klein was en dat mijn tantes gingen en zo. En ik was echt nog heel kind, dus it's years. Weet je welke events ze weer kunnen houden? Lustig. Bij White Beach. Op White Beach, whatever. Hey, mijn haar ziet er echt goed uit. Dat kunnen ze echt wel houden. I would go. Want de eerste keer dat ik was geweest, was echt de beste keer. Ik was met mijn nicht geweest. Mijn nicht, mijn zwager. En mijn pleegbroer. Pleegbroer en pleegzus waren we geweest. En dat was al onze eerste keer. Als ik me niet vergissen. Maar het was wel mijn eerste keer. En ik denk mijn nichts eerste keer. Want we waren al 18. 18/19 zo. Dus we zijn geweest. Dus we waren gebleven tot het einde. Dat wil zeggen, we waren waarschijnlijk 7:30 zo thuis. Thank you. Ja. Dus ik denk, we waren helemaal tot het einde. Het was die ene toen. Hoe heet ze? Die dame die dingen zingt. Hey, Mr. Policeman. Ik ben vergeten. Eva Simmons. Het was Eva Simmons kwam. We zijn helemaal tot het einde geweest. En we waren letterlijk 7:30 thuis. Het was echt een onvergetelijke avond. En dat was waarschijnlijk de laatste keer. Nee, ik was daarna weer geweest. Maar ik kon niet. Ik was daarna weer geweest. Maar ik kon niet lang blijven. Want ik moest werken. Ik vind dat ze dat wel weer kunnen houden. Was dat lustig nog, by the way? Zo waarschijnlijk dat ze dat kunnen houden.
Mijn haar ziet er echt goed uit. Oké. Ik dacht dat mijn zaterdag al done was. In bed liggen. Zo te zien. We gaan even uitrijden. Ik vind dat kort haar. Ik vind kort haar heel erg leuk op me. Don't get me wrong. Ik heb dagen waar ik mijn lang haar ook mis. Maar hier, altijd zie ik via die camera dat mijn witte haartjes zo staan. Oh, no, God, it's my ghetto. Baring, baring. Ik weet niet hoe het verder gaat. Do you want to eat? I want to go home and watch Jujutsu Kaisen. Okay, we have barbecue wings and what's it dan barbecue dingen? Barbecue pizza, een kleine, want het is genoeg voor ons. Kloos, zie je na? Maar toen met ik aan het dek.